Zullen we nog eens kijken. Niet makkelijk om dit bondig samen te vatten. Wel eens. Trok alle registers open als eerste bij Lotto Soudal. In zijn weer. Dat zag er goed uit, maar het was nog ver. En toen kwam dat akelige moment. Daar was een val. En bij die val was Rowan Dennis betrokken. Pats daar achteraan. Oeps, weg. Onderuit, zonder een aanleiding schijnbaar. Moeilijk uit te maken. Hij zal het misschien straks navertellen bij de krantenjongens. Daar gingen er nog een paar tegen de grond, maar dit was natuurlijk essentieel. Want er was geen auto, geen volgauto in de buurt om hem te helpen. Er was alleen een neutrale wagen, maar die reed dan verder, want die konden hem blijkbaar niet helpen. En dan moest hij weer op pad en dan was dat achter de feiten aanhollen. En die feiten die zegden van anderhalf minuut. Een minuut 40, twee minuten. Uiteindelijk is hij gedesillusioneerd uit de wedstrijd gestapt. Kijk eens wat een slachtpartij. Terpstra toonde zich onderweg de sterkere samen met Naassen. Naassen heeft een geweldige vooruitgang geboekt dit seizoen. Sterk, zeer sterk. Op de bergjes het tempo bepaald. En toen waren ze nog met z'n drie, want Sutterlin kon dat niet meer aan. En toen moest het nog afgemaakt worden. Maar dan heb je dat fenomeen uit Noorwegen, dat ondertussen al zoveel ervaring heeft, dat hij precies weet wat hij moet doen. Zelfs daar dat gaatje dat Terpstra laat gebruiken om op de power met een iets groter verzet weg te rijden. En dan komt Naassen daar niet meer aan. Alle drie blijven ze op het zadel zitten, want anders gaan ze slippen en dan zijn ze helemaal naar de haaien. En dan gaat toch nog een versnelling komen vanuit het zadel. Nee, van op de trappers van Boas van Hagen. Dan laat hij de rest ter plekke. En Terpstra op wilskracht toch nog naar twee. De man die de hele Vuelta reed in voorbereiding hiervan boekt eindwinst in de Eneco Tour. Boas van Hagen is ritwinnaar. En uiteindelijk is Oliver Naassen tweede in het eindklassement. En derde in deze dag. Dumoulin voor de ereplaatsen. Voor Van Avermaat puur op wilskracht. En dan Sagan ook hij. Op wilskracht. Vooral dat. Kelderman en dan Van Emden. Jos Van Emden heeft ook een knappe wedstrijd gereden. Over de hele week gespreid.